Hallo, welkom bij een nieuw filmpje van ABC e-Business. In dit filmpje ga ik de boekingsgroepen bespreken. Met boekingsgroepen worden entiteiten zoals klanten, leveranciers, artikelen en verkoop- en inkoopdocumenten aan grootboekrekeningen gekoppeld. Op basis van de boekingsgroepen die aan de entiteiten zijn gekoppeld, wordt bepaald naar welke grootboekrekeningen de bedragen worden geboekt. Door te werken met boekingsgroepen wordt zo tijd bespaard en worden fouten voorkomen. Er zijn drie categorieën boekingsgroepen: algemeen, BTW en specifiek. Allereerst de algemene boekingsgroepen. Algemene boekingsgroepen zijn de bedrijfsboekingsgroepen. Deze leg je vast op de klant- en de leverancierskaart. En productboekingsgroepen. Deze leg je vast op de artikelkaart. Ik laat dit in Business Central zien. Allereerst openen we een klantkaart door te klikken op klanten en het openen van de kaart. Als we nu naar het tabblad facturering gaan, zien we daar het veld bedrijfsboekingsgroep. Voor deze klant is de bedrijfsboekingsgroep ingesteld op NL. We keren weer terug naar het hoofdmenu. We openen vervolgens een artikelkaart door te klikken op artikelen en een kaart te openen. Als we nu naar het tabblad kosten en boeking gaan, zien we daar het veld productboekingsgroep. Voor dit artikel is de productboekingsgroep ingesteld op handelsproducten. We keren vervolgens weer terug naar het hoofdmenu. De combinatie van een bedrijfsboekingsgroep en een productboekingsgroep bepaalt naar welke grootboekrekeningen wordt geboekt. Deze instellingen worden vastgelegd in de boekingsgroepinstellingen. Je vindt de boekingsgroepinstellingen via de zoekoptie rechtsbovenin. In de eerste kolom zie je de bedrijfsboekingsgroep, zoals deze wordt vastgelegd op de klant- en de leverancierskaart. In de tweede kolom vind je de productboekingsgroep, zoals die wordt vastgelegd op de artikelkaart. Je ziet vervolgens voor de verschillende combinatie van deze boekingsgroepen de grootboekrekeningen waarnaar wordt geboekt. Bijvoorbeeld de omzetrekening en de inkooprekening. In de template van ABC is een opzet aanwezig van de bedrijfsboekingsgroepen, productboekingsgroepen en de boekingsgroepinstellingen. Uiteraard kunnen deze worden aangepast of uitgebreid naar de wensen en eisen van de eigen organisatie. We keren weer terug naar het hoofdmenu. Een tweede categorie boekingsgroepen betreft de BTW-boekingsgroepen. Zoals bij de algemene boekingsgroepen is er hier het onderscheid in een BTW-bedrijfsboekingsgroep die je vastlegt op de klant- en op de leverancierskaart en een BTW-productboekingsgroep die je vastlegt op de artikelkaart. Ik zal dit laten zien in Business Central. We openen hiervoor opnieuw de klantenkaart en gaan vervolgens naar het tabblad facturering. We zien daar het veld BTW bedrijfsboekingsgroep. Voor deze klant is ook deze ingesteld op NL. We keren weer terug naar het hoofdmenu. We openen vervolgens de artikelkaart. Als we naar het tabblad kosten en boeking gaan, zien we daar het veld BTW productboekingsgroep. Voor dit artikel is de BTW productboekingsgroep ingesteld op hoog. We keren vervolgens weer terug naar het hoofdmenu. De combinatie van beide BTW boekingsgroepen bepaalt naar welke grootboekrekeningen de BTW bedragen worden geboekt. De koppeling van deze boekingsgroepen met het rekeningsschema vind je in de BTW boekingsinstellingen. Je vindt de BTW-boekingsinstellingen met de zoekoptie rechtsbovenin.
Ook hier zie je in de eerste kolom de BTW bedrijfsboekingsgroep, zoals deze wordt vastgelegd op de klant- en leverancierskaart. En in de tweede kolom zie je de BTW productboekingsgroep, zoals deze wordt vastgelegd op de artikelkaart. Vervolgens zie je voor de verschillende combinaties van deze boekingsgroepen de grootboekrekeningen waarnaar wordt geboekt. Ook wordt hier het BTW-percentage aangegeven. We keren weer terug naar het hoofdmenu. Een derde categorie boekingsgroepen betreft de specifieke boekingsgroepen. Dit zijn boekingsgroepen die betrekking hebben op klant, leverancier, voorraad, bank en vaste activa. Als voorbeeld laat ik jullie de klantboekingsgroepen zien. Ik open hiervoor opnieuw de klantkaart. In het tabblad Facturering zie ik het veld Klantboekingsgroep. Voor deze klant is de klantboekingsgroep ingesteld op binnenland. Ik keer vervolgens weer terug naar het hoofdmenu. Via de zoekoptie rechtsbovenin zoek ik op klantboekingsgroepen. In de klantboekingsgroepen wordt per klantboekingsgroep aangegeven naar welke grootboekrekeningen de bedragen worden geboekt. Zoals de debiteurenrekening, tegoedenrekening en de grootboekrekening die gebruikt moet worden voor administratiekosten. Eenzelfde soort opzet geldt voor de leverancier, de voorraad, banken en vaste activa. Dit was een korte uitleg van de inrichting en werking van de verschillende boekingsgroepen. Uiteraard kunnen deze worden aangepast naar de eisen en wensen van de eigen organisatie. Voor een uitgebreidere uitleg van de boekingsgroepen en de bijbehorende instellingen verwijs ik naar de documentatie van Microsoft of de consultant die de implementatie uitvoert. Wat heb je geleerd? Je hebt geleerd dat er verschillende soorten boekingsgroepen zijn. Die worden vastgelegd op onder andere de klanten, leveranciers en de artikelen. En dat vervolgens de combinatie van boekingsgroepen bepaalt naar welke grootboekrekeningen de verschillende bedragen worden geboekt. Bedankt voor je aandacht en heel veel succes!